5 mei 1945 was een koude dag in Amsterdam, maar de stad kwam in bloei. Wat lang ondergronds had geleefd, stak tussen stof en steen de kop op. Sprieten en stekjes van een nieuwe tijd, een nieuwe taal, de nieuwe mens. Zo diep als de val was geweest, zo hoog was nu het rijk. Naties verenigd, rechten verankerd, een planetaire roep om solidariteit. Ongekende veerkracht ademde de wereld in met de mantra van nooit meer, nooit meer. Inmiddels weten we beter. Sinds die ene bezetting ging geen jaar voorbij zonder een andere. Volken, bossen, dromen, jaar in, jaar uit vertrapt. De nieuwe mens leek verdacht veel op de oude. In plaats van een stijgende lijn naar verlossing bleek geschiedenis een cirkel van pogen en falen. Maar daarin ligt ook de hoop. Want als wij in cirkels leven, zijn de sprieten van die ene dag in mei die van vandaag. Als alles zich herhaalt, dan ook het tomeloze streven naar iets beters. Steeds weer oorlog en ook steeds weer vrede. Bevrijding is geen eindpunt. Het is hardnekkig zoeken naar groen tussen puin. Bevrijding is onvermijdelijk en tegen beter weten in. Snappen dat je nooit de zon zult bereiken en toch elke dag weer groeien naar het licht. De nieuwe mens is een ode aan ons eindeloze streven naar het goede. Een ode aan al onze pogingen, groot en klein, om een betere versie te worden van onszelf. We maken een reis langs mensen die zich oefenen in de kunst van het bevrijden door een stad die de sporen van onze idealen draagt. Onze successen, onze mislukkingen, ons proberen. In deze uitzending zien we onder andere Shishani in poptempel Paradiso. Abdelkader Benali loopt van de Dam naar Amsterdam Nieuw-West. Jong Nelg in de Bijlmer. En Nana Adjoa sluit op grote hoogte het programma De Nieuwe Mens af. Maar eerst Spinvis op een iconische plek waar elke dag wildvreemden samen aan boord gaan. Heel even dicht op elkaar een reis afleggen van de ene naar de andere oever, als een tijdelijke bemanning. En eenmaal aan de overkant aangekomen, gaat iedereen weer zijn eigen lot tegemoet. Alsof er niks gebeurd is. Als je kan, zo goed als het gaat, als niemand het ziet, en doe als het moet. Alles om je alles om je
Soms wordt een verschrikking uit het verleden liefdevol omgevormd. De roze driehoek, voor de nazi's symbool van minderwaardigheid, werd een teken van strijdbaarheid en emancipatie. Soms is het andersom. Worden idealen monsters. Begint iets als vrijheid en verandert het in moord. Wordt die nieuwe mens zo opgeblazen dat hij lek raakt. Zijpelt haat naar binnen, die de stad zich na al die jaren nog herinnert. We staan bij het Olympisch Stadion, wat een toepasselijke plek is. Want de Olympische groet van toen, die kan je nu eigenlijk alleen maar als nazi-groet zien. En Hanna Hoekstra, waarom is dit voor wat jij wil vertellen een toepasselijke plek? Ik heb op 4 mei een monoloog gespeeld en dat was het verhaal van een vrouw die vertelt over haar leven in Berlijn. En ze is secretaresse geweest van Goebbels. En zij vertelt zo mooi over de aanloop naar de Olympische Spelen in 1936. De tijd waarin Berlijn eigenlijk heel erg opleefde, omdat er een ideaal werd neergezet van de nieuwe mens, waar iedereen van opbloeide. Ja. En mensen voelden zich verenigd, denk ik, en kregen zin om zich te gedragen naar die idealen. En nu weten we uiteindelijk hoeveel dat kapot heeft gemaakt. Ja. Wat daar mis is gegaan. En hoe wrang dat is, hè? Want dat motto van dit stadion was ook model voor de toekomst. Ja. Ze werd enorm geloofd in die nieuwe mens. Precies, ja. En hoe makkelijk dat dus blijkbaar kapot kan gaan. Ja. Dus hoe erg we met z'n allen moeten blijven opletten dat we het goede pad blijven lopen. En jij hebt ook iets meegenomen als weerwoord op de doorgeschoten idealen. Ja, dat is een gedicht van Maureen Ghazal. We dragen onze grond op onze rug. Voelen zo nu en dan met een hand of het er nog ligt. Of het er onderweg niet afgevallen is. Op de aarde komen we afdrukken tegen van mensen die ons zijn voorgegaan. Sommigen bijna weggevaagd. Anderen duidelijk te herkennen. We planten onze afdrukken er uit respect naast. Het wordt een weerwar van afgelegde wegen. Onze lichamen bollen zich als de zon. We lopen steeds meer ineen. Onze hoofden raken bijna de aarde aan. Je vraagt, hoe lang nog met de grond op je rug? Ik zeg, het valt eraf als je naar de hemel kijkt. Op de aarde lopen we steeds langzamer. De grond kantelt. Op onze rug is het loodzwaar. Je zegt, weinig mensen kijken omhoog. Ik zeg, niet iedereen kan dingen laten vallen. De ruimtes tussen onze afdrukken worden steeds kleiner, hopen zich op, scharen zich rond één plaats. Ik sta stil en zeg, misschien kunnen we een huis worden. Met onze voeten op de grond, rug recht, hoofd naar de hemel gericht. Hoe vaak hebben we in Amsterdam geen nieuwe wereld gebouwd? De volkshuisvesting van Berlage, de Dageraad, het plan van Gol in Noord. De flats van de Bijlmer. Stenen dromen waarin idealen sneuvelden en nieuwe groeiden. Van vlees en bloed. Waar de voorste lessen kwamen toen ik kon beseffen dat je grootste fouten je met inzicht kunnen blessen. En hoe je dan weer doorpakt meer over je zou zeggen. Is het dierbaar voor je, des te harder je moet vechten. Als je het allemaal even niet meer weet, geloof me, het is oké. Ga terug naar je kern sinds de dag 1. Iedereen komt aan, focus je op je eigen leen. Situaties oplossen, dat is geen probleem. Dit is een message naar mezelf, ik ken je langer dan vandaag. Vergeet niet waar je het voor doet, ik zeg je dat je kracht. Het maanlicht schijnt nog steeds in het hoogst van de nacht. Volg je koers, je hebt het allemaal in eigen macht. De filosofische Jong Nelg groeide als zoon van Ghanese migranten op in Amsterdam Zuidoost. Nu is hij een van de eigenzinnigste rappers van Nederland en altijd bezig om een nieuwe generatie in de Bijlmer te inspireren. We zijn nu dan in Gasperdam, dus in Gein.
voor sommige mensen is dit officieel niet de Bijlmer. Maar het voelt wel, het is qua gevoel wel echt een verlengstuk van wat je mee kan maken in de H-buurt of in de K-buurt, weet je wel. Het is een kookpot met allemaal verschillende ingrediënten. Dus allemaal verschillende culturen die zeg maar één soort saus maken, een soort belevenis. Waar als je hier lang hebt gewoond, dat je dat echt kan ervaren, echt kan voelen. Ja. En het voelt ook echt als een gemeenschap. Ze zeggen de streets love nobody. Oh, oh, oh. Misschien heeft hij nog love van mama mee. Oh, oh, oh. Want zelfs de baby's krijgen. En skate je hier ook wel eens? Of heb je dat wel gedaan? Nee. Skaten was echt niet mijn ding. Nee? Ik was voetballer. Oh ja. Okay. Of ik dacht dat ik voetballer zag zijn. Dit programma heeft als thema de nieuwe mens. Ja. Het gaat eigenlijk over dat rijken naar iets beters en het streven naar een groot ideaal. Ja. Dat gaat vaak als je over nadenkt over iets ouds loslaten en vernieuwen. Mm-hmm. En ik heb het idee dat jij in je werk juist heel vaak hebt over dat je dingen moet koesteren. Ja. Die belangrijk zijn. Ja. Is voor jou dan de nieuwe mens misschien ook een mens dat juist dingen behoudt? Ik geloof in dat hier gewoon heel veel diamanten ontstaan. Diamanten worden gevormd door druk. Ja. Op bepaalde plekken waar ik kom, waar nog nooit iemand uit Zuidoost van is gekomen, wel daar een soort van vlag neerzet. Mm-hmm. En niet per se een vlag van neem het over, maar gewoon net als hoe iedereen een vlag zet op de Himalaya. Mm-hmm. Ja. Van ja, we zijn niet geweest. Ja. Dit ben ik en ik representeer die plek. Precies. Al. Dus je ziet jezelf eigenlijk als een wegbereider voor volgende. Oh ja, mooi woord. Oh, oh. Ik zie de nieuwe mens gewoon wel meer naar een soort van plek gaan van meer empathie met voor elkaar hebben. Zolang we maar gelukkig zijn en er voor elkaar zijn. Je hebt een nummer uitgekozen wat je zo gaat laten horen en dat is een wereldprimeur volgens mij. Ja, 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 ja. En kan je vertellen hoe dat zich verhoudt tot dit thema? Ja, de track heet Young, Black and Gifted. Voor mij is het nummer een boodschap naar een soort van de jonge versie van mezelf. Naar de jonge kids hier die op mij lijken, die zichzelf in mij terugzien. Om hun te laten weten dat ondanks alles, zeg maar, dat ik vind dat ze gewoon, dat ze gezien worden, dat ik ze zie. Ja. En ook een soort van een gevoel meegeven van je kan het. Mm-hmm. Ga het gewoon doen. Ik geloof in ieder geval in jou. Ja. Dat kan ook bevrijdend zijn, hè? Als iemand anders in je gelooft. Precies, precies, precies. Ja. Dus ik hoop dat het nummer ook bevrijdend zal zijn voor kids die op mij lijken, die voelen dat ze een soort van vastzitten in iets. Ja. Vastzitten in een stigma van de maatschappij. Het maakt niet echt uit hoe lang de reis duurt. Ieder eind is weer een start. Het maakt niet echt uit, maar hou wel het vuur en doe alles vanuit het hart. Young, black and gifted, kon niet kiezen voor een kant, ik bleef altijd in het midden. Young, black and gifted, laat je ziel shinen en de wereld zal verlichten. Yay, young, black and gifted, geboren in een land bekend om de tolerantie. Ik ben young, black and gifted, maar soms lijkt het alsof de maatschappij dat niet zo kan zien. Yeah. Young, black and gifted, ooit waren we onschuldig, opeens was er een transitie. Werd steeds vaker als verdachte aangehouden door politie. Maar mijn woorden uit mijn hart, die zijn mijn enige munitie. Kijk, ik weet, we moeten zelf leren dealen met onze trauma's. Nu reageer je taf op je eigen mensen, dat zomaar. Zoveel pijn laten we achter bij de moeders en de oma's. Tiener bloed op de straten, dat is geen goede aroma. Je bent young, black and gifted, je hoeft niet te verbergen. Je stem mag je verheffen, laat niemand anders zeggen. Je ruimte mag je klemmen, united staan we sterker. Je bent young, young, black and gifted. Close my eyes en ik ben lifted. Niemand zei dat ik het kon, maar ik wist het. Nu zetten ze me op hun wishlist. Yeah. Het maakt niet echt uit hoe lang de reis duurt. Ieder eind is weer een start. Het maakt niet echt uit, maar hou wel het vuur. En doe alles vanuit het hart.
young, black and gifted, kon niet kiezen voor de kant. Ik bleef altijd in het midden. Young, black and gifted, laat je ziel shinen en de wereld zal verlichten. In de straten van Amsterdam ligt een kunstwerk verborgen. In de 19e eeuw was iedereen arm en een paar mensen rijk. In de 20e eeuw werden steeds meer mensen rijk, steeds minder mensen arm. Maar de Jordaan, vastgeklonken als een bedelarmband aan de Dam, was arm als een kerkrat op maandag. Al snel bleek dat de mens niet alleen leeft van brood alleen. Giet wat zonlicht in de arbeider en hij is wellicht geneigd om de toekomst helder in te zien. En wie helder wil denken, moet helder voelen. En wie helder wil voelen, moet een wandeling maken. Vrijheid van bewegen is een essentiële voorwaarde om je als mens te ontwikkelen. Dat zeg ik ook als hardloper. En toen stedenbouwkundige Van Eesteren aan de slag ging om de stad Amsterdam uit te breiden naar het westen toe, de kant op waar de zon ter kimme neigt, was met die uitbreiding niet alleen de stad, maar ook de arbeider gemoeid. Het aanleggen van brede straten en boulevards zou van de vermoeide mens de nieuwe mens maken. Van Eesteren toog aan het werk om de hemel dichter bij Amsterdam te brengen. Ontwierp straten die rationeel getrokken de baarmoeder waren waar de wandelaar uit geboren werd. Hij ontwierp een plas waar de arbeider die wandelaar was geworden de zon over zijn hoofd kon zien. Hij ontwierp een oever als einde van de wereld, die de arbeider kon laten dromen. Een nobele gedachte. Dus loop ik over deze straat om te dromen. Want u moet weten dat er in deze straten een kunstwerk verborgen ligt. Een kunstwerk van een paar kilometer lang. Vanaf de Dam tot aan de Sloterplas. Maar weinig mensen die ervan weten, want Van Eesteren had het ontwerp gemaakt, maar de gebruiksaanwijzing er niet bij gegeven. En toen kwam de oorlog. En met de oorlog kwam het stof over de plannen. En toen kwam de bevrijding en die werd gevolgd door de wederopbouw. En zie, wat Van Eesteren voor de oorlog had bedacht om de stad over de ring te brengen, werd optimistisch opgepakt en tot uitvoer gebracht. Dat kunstwerk dat verscholen in de straten van Amsterdam ligt, moet elke keer weer opnieuw ontdekt worden. Dus wandel ik van de Dam naar de Sloterplas. Van de grote stip die de Dam is, naar de stippen van de Noordoever. Onder het viaduct van de A10 door, onder het viaduct van de metro. Ik, schrijver, arbeider, wandelaar. Met het evangelie van de wederopbouw in mijn achterhoofd loop ik door de Jordaan, Groet de Rozengracht, de Klerkstraat, een stukje Admiraal de Ruiterweg om bij de Jan Eefsestraat uit te komen. Mercatorplein. Ik laat de stad achter me en kom in een andere stad. Ik loop om een van de oudste rotondes van Amsterdam heen naar de Noordoever, waar ik aankom bij het schip van Sleebos om de zon te zien gloreren, om de mens te zien flaneren. Hiermee is de opdracht van Van Eesteren voltooid. Want ik ben er. En de zon is mijn maan, de maan is mijn zon. Het fluistert en het ritselt, de bomen hebben op mij gewacht. Ik zou hier de trossen los kunnen gooien, wegdrijven van de kant en een nieuwe zee tegemoet. Ik ben dit alles waard. Shani zingt, speelt gitaar, schrijft nummers en componeert voorstellingen. Ze werd als dochter van een Belgische vader en een Namibische moeder geboren in Namibië en bracht haar jeugd vooral door in het Hoge Noorden.
Ze werkt altijd vanuit een grote nieuwsgierigheid naar de ander. Shoshani Franks, we staan hier bij de legendarische poptempel Paradiso. Yes. Midden in Amsterdam. Wat betekent deze plek voor jou? Het is eigenlijk een plek waar ik heen kwam toen ik 18 was. Omdat ik op zoek was naar vrijheid. Ik groeide op in Zuid-Laren, in Groningen. Daarna op school gezeten. Nou ja, en na alle cafetjes te hebben gespeeld, dacht ik wil ook de wijde wereld in als muzikant. Met mijn coming out was Amsterdam wel de plek om te zijn. The place to be, hier kon je zijn wie je was. Hier had je meer dan één gay bar. Je kon gewoon uit, je kon jezelf zijn. Het is echt een soort van, energetisch een heel belangrijke plek voor mij. De eerste song heet Kind of Way. Dit is een song die ik heb geleerd van twee jonge dames die zijn opgegroeid in de Kalahari-woestijn. Deel van de San communities, ook wel de Bushmen genoemd, hunter-gatherer communities. En dus ook gezien hoe muziek belangrijk is voor heling, voor de hele community om samen te komen. En dit is dus een song waar je de godin Kind of roept om neer te dalen eigenlijk, omdat er problemen zijn in de gemeenschap. Mensen zijn ziek of er is ruzie of er is een probleem wat niet opgelost kan worden. Dus ik probeer ook heel erg te kijken van wat ligt er in onze geschiedenis aan muziek en welke functie heeft dat vandaag de dag. Ik ben zo geïntegreerd geraakt door dit nummer en ik merk ook dat ik het fijn vind om dat nummer in deze context te kunnen spelen. Dus gewoon te delen overal waar ik kom, overal zijn er problemen. En in die zin vind ik het heel mooi om met de muziek ook te kijken van hoe kunnen we samen helen, hoe kunnen we samen door dingen heen komen. Kind of way, yeah, yeah. Oh, kind of way, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Kind of way. Dit programma gaat over de nieuwe mens. Dus eigenlijk dat naoorlogse ideaal. Hè. Alles was ingestort en er kwam een nieuw... Ja, een nieuw streven naar iets een groter, beter mens eigenlijk. Ja. Er is natuurlijk heel veel van niet waargemaakt, ook heel veel wel. Maar er staat ook weer veel ter discussie in deze tijd. Ja. Wat is voor jou in deze tijd een nieuwe mens? Ik voel wel dat we nu steeds meer in de angst zitten en versplintering. En ik hoop gewoon heel erg, dit is mijn hoop voor de nieuwe mens, is dat we kritisch blijven, open blijven voor elkaar en het gesprek durven aangaan. En daarin is het weer heel cliché, maar music is, you know, the universal language. Ja. Iedereen kan toch op een of andere manier verbinding voelen met iemand, ondanks de verschillen. Je voelt iets of je voelt het niet. En dat is iets wat voorbij kleur en gender en alle hokjes gaat. Het kan wel. We kunnen wel samen overweg. We kunnen samen van elkaar leren. Het is niet maar een eenzijdig ding. Van, ik kan van jou leren, jij kan van mij leren. We kunnen samen iets moois neerzetten. Ja. Dus dat is voor mij de mooiste manier om diversiteit te vieren. Checking up on you. I'm no fool. I do
Miss Catharsis. Kan je daar iets over vertellen? 2 jaar geleden ben ik het collectief begonnen. Eigenlijk uit een soort onzichtbaarheid van vrouwelijke muzikanten. Ze zijn er al decennia lang, maar nooit op hetzelfde soort van bekendheid als bands die alleen uit mannen bestaan. En ik had er ook voor gekozen om echt met vrouwen van kleur te werken. Omdat ik gewoon, ik vind representatie heel belangrijk. En het is iets wat ik niet om me heen zag. Vandaar dat ik het heel fijn vond om zelf dan die space te creëren. Kunst, dat is voor mij de intrinsieke wens om de wereld een beetje beter te maken en verbinding te zoeken met de anderen. Vanuit een neutrale positie, met een lege vlag die nergens symbool voor staat. Je hoeft niet bang te zijn, maar het mag wel. Ja. Dat is voor mij de witte kunst. Het is tekenend voor deze tijd. Aan respect, woorden vol venijn. Wat zou het beter zijn als we wat aardiger zouden zijn? Maar ja, bij nader inzien ligt het aan de mensen zelf. Ze doen maar wat, ze denken niet na. Over de consequenties. O, de wetenschap dat het niet meer goed komt, moet toch ondraaglijk zijn voor ons. Maar we schermen ons af van de werkelijkheid. Zonderen zich af. Mensen kijken en staan paf van wat er gebeurt om zich heen. Sommigen voelen zich alleen en onbegrepen. Sommigen staan op hun strepen en geven nooit op. Krachtig en kort. Thank you.
Nana Joa, we gaan omhoog naar de 16e. En ik begreep dat jij een fascinatie hebt voor hoge gebouwen. Ja, ik woon inmiddels zelf ook in een flat in Amsterdam-Noord. En het is eigenlijk identiek aan de plaat die ik heb uitgebracht, Big Dreaming Ends. Daarop zie je alle kleine leventjes van mensen. En de plaat gaat een beetje over de mens als individu die heel groot droomt, maar eigenlijk hele kleine leventjes. Puzzelstukjes zijn allemaal. En over die grote dromen, het nummer dat jij speelt is I Wanna Change. Mm. Gaat het ook daarover, dat streven naar het goede? Ja, het nummer gaat over verandering, over jezelf willen veranderen en dat je ook vanuit buiten wordt encouraged om jezelf te veranderen eigenlijk. Maar er zijn zoveel dingen die nu eigenlijk aan jezelf, maar ook om je heen wilt veranderen, dat je soms ook daardoor een beetje lam slaat of in ieder geval het gevoel dat je juist blijft vastzitten. Daarom gaan we eigenlijk op een soort van hele passieve manier dingen liken of biologisch iets kopen. En dan willen we toch een soort van bijdragen aan die verandering, omdat we de hele tijd dat wel willen. Maar dat is soms te veel om echt daar comfortabel te voelen. Eigenlijk is het tegenovergestelde dat gebeurt. Ja. Maar je blijft wel de hele tijd bewust dat verlangen houden. Dat je die verandering, dat die wel moet komen voor jezelf. En dat is een beetje de tijd waar we nu in leven. Voor mij in ieder geval zo. Dat dilemma. Ja. Is dat ook een beetje de nieuwe mens voor jou? Ja, ik denk dat dat is wat we steeds willen eigenlijk. We willen steeds de nieuwe versie van onszelf, de betere. En dat, dat is ook een beetje waar dit nummer over gaat. Stays on me, of course, homeward bound.
deze woorden van Nana Adjoa gaan we nu de avond in. Willen veranderen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Niet omdat alles steeds maar moet vernieuwen, maar wel omdat geen enkel ideaal of streven mag verstarren. Omdat bevrijding geen eindpunt is, maar een beweging.